Ik wil het scherpste mes in uw winkel kopen. Ah, de scherpte van een mes verschilt met de functie die het mes heeft. Waarvoor moet uw mes dienen? Wel, laat me zeggen dat ik een konijn wil villen en een varken wil slachten. Ah, dan bent u het best af met een voorsnijmes. En deze maand een speciale aanbieding. Een Japans voorsnijmes. Geef me. Deze neem ik. Jazeker. Politie, de sleutel van de kamer van meneer Pink, alstublieft. Dank u wel. Er komt geen bloed uit. Ik heb het je toch gezegd, dood vlees bloedt niet. Naam? Mijn collega's noemen me Sam. Sam? Zoals in Play It Again, Sam, een filmklassieker van Woody Allen. Wat scheelt er, commissaris Sam? Kus! Doodsoorzaak? Verstikking. Hoera, we hebben hem toch uit de schel gevist? Is hij dan niet verdronken? Kijk hier eens naar. Wat is dat? Is dat zijn? Ja. We hebben zijn luchtpijp gevonden. Wie bent u? Ik ken u niet. Het is al laat. Wat wilt u? Het is al laat, kom morgen maar eens terug. Het is nooit te laat om te sterven. Ah! En dan ligt die meis tegen de moeder. Ja, maar doe pijn hoor. Ah. Mijn commissaris, jij hebt dan weer een lijk moeten bepalen. Rustig, rustig jongens. Dat komt helemaal niet maar tegen in de cinema. Ja, een doodsoorzaak is wurging, maar dat echt buikkopen sneden zal ook geen goed hebben gedaan. Hè. Dus je gaat daar van die haak af en dan ruimt je die rommel een beetje op zodat we 30 uur onderzoeken. Oké? Oké, beginnen. Ik was het niet. Welke dag we zijn vandaag? Zaterdag zeker. En wel? Hoeveel is het dan? Februari. Het is wel Valentijn vandaag, hè? Ja, zaterdag. Zaterdag vandaag! Ik heb weekenddienst! Better get it off. There'll be no one left when we set it off. We ain't gonna take it no more. Since it's all
Godverdomme. Godverdomme. Komt u slapen? Straks, Lisa. Komt u nu onmiddellijk slapen? Doei, Lisa. Zet u zelf in Lisa. Ga gewoon op bed liggen en doe u ook niet. Maar slapen? Laten we even komen slapen. Dat is geen enkel. Grote wet. Ah, jongens, ik ben de politie. Ik ben de politie. Ben je inderdaad de reus van de bende van Nijvel? Ja, 1,85 meter. Toen ik voor het Hof van Beroep in Gent verscheen, schreef de media dat ik publieke vijand nummer 1 was. Helikopters cirkelden boven het justitiepaleis. Ik was een gangster voor de kost. Als je blijft zwijgen, ben je ook schuldig, hè? De naam. Wat doet zijn naam ertoe? Of zijn naam ertoe doet, zullen we zelf wel uitmaken, oké? Zijn naam, Bink. Maas. M-A-I-S. Max Maas. Mijn God, barmhartigheid voor de ziel. Bid voor de overleden. Wat bedoel je? Eens was ik wat jij nu zijt. Ooit. Zul jij zijn wat ik nu ben? Ik versta je niet, Jeremy. Ik ken je ergens van, vriend. Ah, tegenwoordig kent iedereen mij. Ik ben Popolino, ex-gangster. Shotballeke, duw ze nog eens vol. Altijd die vleermuizen. Wat heeft hij toch met vleermuizen? Geen vleermuizen. Wat hier? Vannacht kom ik bij jou langs.